Maar dat tekenen we ook daarna. En dan gaan we daarna de officiële handeling doen. Zijn de vlag in Vlotheis van HC Tilburg. En Jan, dan nodig ik jou uit. Voor de gemeente, alsjeblieft, wil nog één keer met ons meewerken. Nou goed. Ruud Vreeman, ook van de Hockeybond, die had zoiets van, nou laten we dan toch nog een keer het gesprek aangaan. En toen kwamen opeens twee nieuwe voorzitters uit Hooghoed. Rick en Paul, en ik moet eerlijk zeggen, Rick en Paul, dat zijn twee wonderjongens. Dus ik zou toch allemaal aan jullie vragen om een heel hartelijk applaus te geven. Vanuit de beide verenigingen natuurlijk, om te komen in dit gezelschap toch niet aan, om er natuurlijk ook even bij stil te staan. Maar de nuance wil zeggen dat je eerst een keer of drie misschien je neus moet stoten om te weten wat je niet wil, om dan vervolgens te weten wat je wel wil. Dus wij hebben feitelijk het stokje maar van handen overgenomen. Dus dank voor deze lovende woorden aan ons beide adres, maar voor ons geven wij dat weer door aan onze voorgaande besturen, want mede dankzij hun staan waar we nu staan. Maar het is ook mede dankzij jou steeds inspirerende en volhoudende insteek dat we uiteindelijk gevonden hebben dat we daar die positieve energie uit konden halen. Kansrijk zou zijn om die 6,1 miljoen binnen te halen. En mede dankzij jou en de bezielde begeleiding van jouw medewerker Edwin en Albert Peters. Albert is er zo moe van geworden dat hij erover met pensioen is gegaan. Maar in ieder geval Albert, hartstikke bedankt. Ja, wel, hè. Een kleine nuance wil dat toen wij drie weken terug, Paul en ik, ons initiatief nog eens moesten verdedigen in de commissievergadering. En Paul daar natuurlijk betogen heel hield en ik daar ook een kleine bijdrage aan leverde. Toen zei de fractievoorzitter van het CDA, die zegt, nou als die voorzitters net zo hadden kunnen hockeyen als ze kunnen lullen, dan waren ze niet gedegradeerd. Nou, de beide hier aanwezige heren, die verklaren, want dat mag niet aannemen dat ze dat zullen verklaren, dat het bij deze fusie tot stand komt. Dat de beide verenigingen verdwijnen. Tilburg, wat heeft bestaan sinds 2 oktober 1925. En voor wat heeft bestaan vanaf 17 december 1930. En daarmee zijn deze beide verenigingen verdwenen. En hebben wij een nieuwe vereniging. En die draagt dan de naam Hockeyclub Tilburg, bij verkorting naam HC Tilburg. Nou, de rest als gezegd, dat zal ik u allemaal besparen. En dan mag ik de beide heren verzoeken om de akte te willen tekenen. Hou het op de veel te start!